Welkom terug bij mijn FIFA 19 Super League Career Mode met Via. We gaan verder met deze Super League Career Mode na wel een paar weken afwezigheid. Voor een groot deel te maken met dat ik ziek ben geweest en een redelijk drukke periode achter de rug heb. We zijn weer terug. En ik hoop enigszins regelmatig, in ieder geval één keer per week, deze serie te kunnen uploaden voor de toekomst. En natuurlijk heb ik wel gewoon upload op mijn tweede kanaal, hier mijn Jumpettable Cup kanaal die ik een paar weken geleden heb gelanceerd. Daar is de editie van 2018 op te zien. Daar komt elke woensdag en zondag een video van online. Alleen dat is zonder commentaar, dus dat gaat dan wat makkelijker om dat online te krijgen. Maar we spelen hier dus tegen Bayern, een zeer zware tegenstander. En zeker als je ziet dat Robben dit flikt al in de tweede minuut. Een traditionele Robben goal. En ja, dit valt gewoon niet te verdedigen. Natuurlijk, we spelen op Ultimate Difficulty, dus we gaan veel van dit soort doelpunten incasseren dit seizoen. Maar ja, dit ging wel heel erg snel. En dan krult hij hem zo knap. Binnenkantpaal valt hij dan binnen en zo is het een hele vroege voorsprong voor Bayern. Valt me sowieso op dit jaar dat ik veel vroege tegendoelpunten krijg, ook in mijn andere career mode met Willem 2. Maar ja, daar moeten we dan maar van terug zien te komen. Hier Roque Mesa, Vasquez, Ben Yedder. En dit is een aardige kans. En Neuer gaat al liggen voordat ik heb geschoten. En zo kan Ben Yedder afmaken. Of was het? Nee, het was Ben Yedder. En zo zijn we al ook weer heel snel terug in de wedstrijd. Tot nu toe hebben we dus pas één puntje na twee wedstrijden. Gelijkspel tegen Real Madrid, wat natuurlijk uiteindelijk wel een geweldig resultaat is. We hadden die wedstrijd zelfs nog kunnen winnen. Maar ja, als Real Madrid in de eerste helft wat scherper was, hadden we ook zomaar 4-5 tegendoelpunten kunnen krijgen. Maar Ultimate Difficulty in deze competitie, we spelen natuurlijk tegen de beste clubs in de wereld, dan is dat niet altijd even makkelijk. Maar Bayern is heel erg slordig. En hier krijgt Benjadder de volgende kans. En dat doet hij ook niet onaardig. Maar nu schuift hij hem naast. Ja, zo is het toch wel een aardig begin van ons. Ondanks die hele vroege tegentreffer. Volgende aanval. Bal weggekopt. Mesa komt niet in het duel. Robben neemt hem mee. Goed balletje op Alaba. En dan ziet dit er wel gevaarlijk uit. Alaba heeft behoorlijk wat snelheid. Nee, het is Coman. Geen Alaba. En balletje terug. En dan 1 tegen 1 met de keeper. En dan valt hij ook meteen binnen. Het is geen buitenspel waar ik nog even op hoopte. Maar het is Thomas Müller. Die uit deze perfecte tegenaanval van Bayern uiteindelijk de 1-1 mag binnen tikken. Draait snel om. En Müller met zijn linker voorbij zullen ze. Ja, ik heb er een hekel aan in FIFA 19. En op zich vind ik FIFA 19 een geweldig spel, vooral de Ultimate Difficulty. Maar dat de keepers zo raar naar die reageren. Ze gaan niet echt naar de bal. Ze doen gewoon een beetje handen in de lucht en maar hopen dat ze hem krijgen op hun handen. Maar dit was een geweldige poging trouwens. Wel een hele moeilijke hoek. En dan komt Müller weer aan de linkerkant. En zo, dat is wel een geweldige kopbal van Goretzka. En zo is het ook nog 3-1. Ja, dit is ook Ultimate Difficulty. Dan zo'n voorzetje. En die wordt dan geweldig binnengekomen. Natuurlijk, hij stond ook wel vrij. En hier kon Sillissen weinig aan doen. Dit was fantastisch binnengekomen. Iets sneller reageren. Maar dit was heel moeilijk voor Sillissen. En zo gaat Bayern toch met een
3-1 voorsprong de rust in. En wordt het hier dus een heel lastig verhaal in de Allianz Arena. Tweede helft, Robben heeft hem weer voor zijn linker. Ja, die voorzetten zijn dodelijk. Dat zagen we ook al tegen Napoli. En dit is een geweldige voetbal. Wordt het ook afgemaakt? Jawel, het is 4-1 direct naar rust. Het is Kingsley Coman. En ja, we worden voor een groot gedeelte van deze wedstrijd weggespeeld. We hebben wel een aantal goede kansen gehad. Maar hier ook, ja, net iets scherper, net iets eerder bij de bal, net iets beter reageren. En dan zit hij er ook meteen in. Je kan je geen fouten veroorloven. En soms is het niet eens een fout, maar is het gewoon uitstekend gedaan door de computer. Wordt er dan ook nog 5-1? Dit ziet er wel weer heel gevaarlijk uit. Robben is helemaal weg. Laat hem even lopen. Door naar Florenzi aan de rechterkant. Florenzi, door naar Martinez. Helemaal vrij staat Gámez. En die haalt dan uit. Maar hij raakt de paal. Doet een beetje denken aan de kans die we in de eerste helft kregen. Die ook op de paal belandde. Maar zag je even die aanname hier? Geen idee wat dit was. Dit was geen paas. Dit was gewoon, ik wilde hem aannemen en meenemen. En ja, dat ging even helemaal fout. Maar het geeft wel aan hoe zwaar we het hebben hier in Sevilla. Als dat soort dingen niet lukken, dan kan je weinig verwachten van de wedstrijd. En het is eigenlijk inmiddels toch een beetje mazzel dat het bij 4-1 blijft. Want Bayern krijgt hier weer een enorme vrije kans. Nu zit Zillen ze wel in de weg. Maar het eindigt in 4-1. En ja, zoals gezegd, een vrij kansloze nederlaag hier dus in München. Eerst helft zaten we er nog goed bij. Maar toch die die late goal in de eerste helft, dat was de 3-1 bij blessuretijd, die heeft ons toch een beetje de das omgedaan. Want in de tweede helft kwamen we er echt totaal niet aan te pas. En dan gaan we op zoek naar een rechtsback, want daar kunnen we toch wel wat verbeteringen gebruiken. We hebben op dit moment Alex Vidal, 77 rated, niet super goed. Natuurlijk nog wel bij Barcelona gespeeld. Maar we kijken naar Hector Bellerin van Arsenal. We praten daarmee met Unai Emery, die natuurlijk nog trainer is geweest bij Sevilla. Dus ja, misschien geeft hij ons wel een beetje een goede deal. Maar Bellerin is natuurlijk een goede rechtsback van Arsenal. Nog altijd vrij jong. 23 jaar, 80 overall en vooral veel snelheid. Komt veel mee op. Ik heb trouwens, dat zie je hier, met één controller een beetje moeite om met de linker joystick op de een of andere manier. Het verklaart misschien ook waarom sommige passes niet altijd even goed aankomen. Maar we zitten tegen het einde van de transfermarkt. Als we trouwens zien dat Chelsea ontzettend veel spelers heeft binnengehaald. 167 miljoen aan waarde uitbesteed en 0 euro daarvoor teruggekregen. Dus die hebben ongetwijfeld een geweldig budget. Bij Sevilla hebben we natuurlijk een veel minder budget. Ik dacht iets van 35 miljoen of zo. Nou ja, als je dat vergelijkt met ook hier zie je Manchester City, dat gewoon voor 170 miljoen aan spelers koopt. Dat kunnen wij niet. We zijn echt een van de kleintjes in de Eredivisie. We zien daar trouwens dat PSV ontzettend veel spelers kwijtraakt. Luc de Jong, Bergwijn en nog iemand, Angelinho. Angelinho is een beetje raar, want die is pas net bij PSV. Dus dat is wel vreemd. Is hij dan misschien uitgeleend? Zou ik ook niet denken. Beetje vreemd. En hier als laatste zien we dat Tottenham ook wel een jasje heeft uitgedaan. 151 miljoen euro aan spelers verkocht. Hier zie je alle aankopen die wij hebben gedaan. De drie grootste aankopen zijn dus
Moet ik even nadenken. Hector Bellerin, rechtsback Ruben Neves, middenvelder en Jasper Cillessen. Als keeper natuurlijk. En Promes zou je kunnen meerekenen. André Silva. Maar die waren al allemaal aangekocht voordat ik hier kwam. Of is Silva gehuurd? Dat weet ik niet precies. En de grootste naam eigenlijk die vertrokken is, is Nolito. Voor bijna 20 miljoen. Maar voor de rest denk ik dat we toch wel een redelijk team hebben kunnen samenstellen. Het team waar we in ieder geval degradatie mee moeten kunnen ontlopen. Want dat is eigenlijk wel mijn doel. Vooral niet degraderen. Ja, want ja, zoals ik al zei, we zitten echt bij die... bij de echt mindere ploegen in deze competitie. Sevilla, we moeten echt concurreren met ploegen als PSV. En misschien nog wel Ajax. Ik denk dat zij het ook wel moeilijk gaan hebben. Maar opvallend in het begin van het seizoen is dat vooral de Engelse clubs het nog niet heel erg goed doen. Dat gaan we aan het einde waarschijnlijk ook wel zien in de stand. Maar we spelen hier dus thuis tegen zo'n Engelse club. Ja, we moeten echt thuis vooral die punten gaan pakken. Tot nu toe 2 uitwedstrijden verloren. Thuis wel knap teruggekomen tegen Real Madrid van een 2-0 achterstand. Uiteindelijk 2-2. Dat is ons enige puntje tot nu toe. Maar hier tegen Manchester United. En die hebben toch wel een opvallend team. Nou ja, eigenlijk vooral alleen de keeper valt heel erg op. Want Grant is daar de doelman. Ik weet niet eens of die bestaat in het echt. Ik betwijfel het. Want hij heeft geen foto. Het is heel opvallend dat ze Grant op doel hebben gestaan. Ik weet niet of De Gea verkocht is. Dat is even langs meegegaan. Dit is trouwens de eerste kans dat we weer een bal op de paal. En daar komt United nog goed terug. Maar United begint zeer slecht aan de wedstrijd. Pogba daar makkelijk balverlies. En dan is hier een grote kans voor Banega. Maar dat is dan toch wel het steek onder redding van die Grant. Banega heeft hem hier goed voor zijn rechter. Die krult die bal toch al aardig. Niet perfect in de hoek. Maar toch een knappe redding van Grant. En dan komt United. Maar... we kunnen er weer uitkomen. Banega, goed paars op Escudero. Debuut dus ook van Bellerin, maar die staat aan de andere kant. Dit is uitstekend gespeeld. Escudero terug naar Banega, weer voor zijn rechter. Legt nu af op Neves. En dat is een goede poging van de Portugees. Overgekomen van Wolverhampton Wanderers. Waar ik in de vorige aflevering trouwens steeds zei... Watford of zoiets. Nee, was met iets anders. In ieder geval, ik haalde die twee clubs denk ik door elkaar. Maar hij komt toch echt van Wolverhampton Wanderers. Dit is Banega weer. We spelen een uitstekende eerste helft. En dit zal bijna een fantastische wereldgoal zijn van Promes. Maar hij heeft net de pech dat weer de paal in de weg staat. Maar hij nam hem eigenlijk gewoon niet goed aan. Maar ja, dacht, daar kan ik nog wel wat mee. En bijna was dat dus een prachtig doelpunt. Maar hier komen we alsnog op voorsprong door Promes. En zo is daar de verdiende voorsprong. Want we spelen veel beter in deze eerste helft dan Man United. Natuurlijk nog altijd onder leiding van José Mourinho. En ja, knap gedaan. En ook deze valt weer binnenkant paal. Nou ja, deze valt dan wel goed. Aan de goede kant van de paal. Maar dus de voorsprong is daar. Quincy Promes. Tenminste, denk ik. Ik ken hem niet echt, maar oké, het was Promes. Dan begin van de tweede helft laat United toch wat zien. Mooie poging van Lukaku. En dat is dan toch wel gevaarlijk. Geweldig genomen. Redding van Cillessen. Dan Neves, balverlies.
Grant onder druk gezet. En dan moet Pejedde dit afmaken. 2-0. En dan is het toch die keeper die in de eerste helft nog wel een aardige indruk maakte. Maar gaat hier volledig in de fout. En dan kan Pejedde die bal afmaken. Hij stelt zich nog wel enigszins. Grant komt nog aan die bal. Maar ja, natuurlijk een enorme blunder. En Neves, of Ben Yedder, maakt er 2-0 van. En zo lijken we op weg naar onze eerste driepunter van dit seizoen. En United, dat al niet zo goed begon aan de competitie, zal nog verder zakken. Dit is geweldig gespeeld. Bellerin kan bijna zijn eerste goal maken voor zijn nieuwe club. Een heerlijke aanval. Maar een kwartier voor tijd wordt de bal geblokt. En dan wordt de hoek wel heel erg moeilijk. Dan gaan we richting de laatste paar minuten. Daar zitten we al in. Fred, dit doet hij aardig. Pogba, afgelegd. En dan is het Silasse daar. Kunnen we ook de nul houden in deze wedstrijd? Dat zou natuurlijk ook wel knap zijn. Na die vier tegentreffers tegen zowel Napoli als Bayern München. En ook nog twee tegen Real Madrid. Zou het nu wel lekker zijn als we die nul kunnen houden. Pogba. Pogba en toch nog weer een kans. Martial deze keer met het hoofd. Maar de bal gaat uiteindelijk nog redelijk ruim naast. Maar iedereen gaat staan in het stadion. Nog maar 2 minuten te gaan. Mercado, bal in de ploeg houden. Dat mislukt hier. Roque Mesa kan de bal niet goed aannemen. En dan Martial. En komt er toch nog een doelpunt voor United. In 10 seconden voor het einde is het dan toch een goal. Op zich wel goed uitgespeeld hier. Kranjong kan zich daar niet meer voorgooien. En de goal is van Fred. Maar de bal gaat zelfs door de benen van de Franse verdediger. En ja, Mourinho is er nog heel blij mee. Maar natuurlijk de 3 punten... die zijn wel veilig. Maar toch wel jammer dat we nog een doelpuntje moeten incasseren in die laatste minuut. Maar onze eerste overwinning is daar. En dat is heel belangrijk. Elk punt moeten we koesteren in deze competitie. En dat doen we dan ook. 2-1 overwinning tegen United is natuurlijk een prima resultaat. En dan gaan we meteen door en weer naar een uitwedstrijd waar we tot nu toe dus nog niet heel succesvol zijn. Maar we spelen tegen Atletico Madrid. Dus wel een binnenlandse wedstrijd wat dat betreft. In het nieuwe Wanda Metropolitano. We zijn de ploeg trouwens met de meeste tegendoelpunten tot nu toe. Dat verbaast me niet zo heel erg. 11 tegendoelpunten. Ik ga trouwens niet in deze aflevering, ook niet in de volgende volgens mij. Maar ik ga uiteindelijk de helfttijd terugschroeven naar 5 minuten in plaats van 6 minuten. Omdat er toch wel erg veel doelpunten vallen. Wat op zich wel leuk is, alleen als je uiteindelijk naar de stand kijkt in de competitie en zo, dan zie je toch wel dat we heel veel scoren en heel veel tegenkrijgen. Wat ik ook wel in FIFA 18, toen twijfelde ik ook om wedstrijden iets korter te maken, maar ik heb nou eenmaal altijd gespeeld met 6 minuten speeltijd per helft. In mijn Willem II carrière was ik daar al vanaf gestapt. Dan ging ik eigenlijk meteen na 5 minuten. Het was eigenlijk gewoon om wat tijd te besparen, zodat ik wat sneller door die wedstrijden kon. Maar het lijkt wel gewoon wat beter tot wat realistischere resultaten te komen. Maar hier is
het een penalty. We hebben een half uur gespeeld. En Oblak gaat daar in de fout. En die gaat daar zelfs rood voor krijgen. En natuurlijk een penalty voor ons. En zo ziet dit er ineens heel gunstig uit. Ja, hij zit mis. En dan is daar Ben Yedder, die zijn derde van het seizoen kan maken. En dat doet hij. Nieuwe keeper kijkt de bal na. Maar zo komen we hier in Madrid op een 1-0 voorsprong. Door de Fransman. Die toch wel aardig op dreef is. 3 doelpunten in 5 wedstrijden op dit niveau. Is absoluut niet slecht. Ja, er wordt gezwaaid. Maar dat deert Ben Yedder niet. Hij schiet hem niet perfect binnen. Maar als de keeper blijft staan, dan kan hij er in ieder geval niet bij. En zo ziet het er toch goed uit voor ons. In een uitwedstrijd. Natuurlijk die rode kaart. Maar hier is Griezmann weg. 1 tegen 1. Maar Sillissen komt uit zijn doel. En dan nog een herkansing voor Griezmann. Maar die schiet hem dan over. En zo komen we daar wel heel goed weg. Maar ja, toch moeten we Atletico niet uitvlakken. Zeker niet als dit helemaal fout gaat achterin. Mandzukic, die opvallend genoeg weer bij Atletico speelt, kreeg daar toch wel een aardige kans. Maar daar doet hij te weinig mee. Bellerin was er bijna mooi langs. Maar wordt dan toch gestopt. En nu is Griezmann weg. En zo zien we eigenlijk vooral Atletico in de aanval. Na de penalty en de rode kaart. Griezmann, dit is wel een goede kans. Geweldig gedaan door Griezmann. Maar ook een uitstekende redding van Sillissen in de korte hoek. Promes. Neves. Ben Yedder. Goed paasje. En dan Neves. Maakt hij het af? Nee. Hij schuift hem voor langs. En zo. Ja, is Ruben Neves hier wel heel dichtbij. Maar blijft het bij die 0-1. En blijft dus ook de spanning. Het zou geweldig zijn als we hier nog een keer 3 punten vandaan kunnen halen. Weer een kans voor Griezmann. Maar deze hoek was ook lastig. Maar ja, met die Ultimate AI. Ze kunnen hem echt overal vandaan scoren. Dus ik ben er absoluut niet gerust op. Maar hier Vázquez weggestuurd. Vázquez houdt goed in. Zoekt de andere hoek. En dan is het toch 2-0. Vázquez met ja, toch wel hele bevrijdende goal. Want ook al hebben we een man meer en de voorsprong, de dreiging was er altijd van Madrid. Maar dit is gewoon uitstekend gedaan door Vázquez. Kijk, hier zie je dat weer, dat die keeper zo. Ja, ik doe het hierna, maar ik heb geen facecam, dus ik kan niet zien. Maar die keeper gaat zo raar. Of reageert zo raar. Maar oké. Okay. Dat even terzijde. Hier in ieder geval weer Griezmann. Nou ja, nu is het gevaar wat minder. Dit is weer Sillissen. Die echt een goede wedstrijd keept. Ook hij kwam dus gevaarlijk uit zijn doel. Zoals Oblak. Maar hield het wel binnen de perken. Mercado. Bellerin door naar Amadou. En Promes. Dit ziet er weer aardig uit. Promes. Terugleggen. Het kan ook zo. En daar is de 3-0. En nu is het wel helemaal gedaan. Het is Sarabia met de goal. En zo kunnen we nu echt rustig aan doen. Natuurlijk, Atletico heeft nu wat meer mensen naar voren. En zo kunnen we dit eigenlijk vrij eenvoudig uitspelen. Maar schiet Sarabia die bal natuurlijk ook nog wel aardig binnen. En is het 3-0. En dat is toch wel een heel verrassend resultaat.
in het Wanda Metropolitano. Maar we gaan dus met 3 punten naar huis. En ondanks die dat we afgedroogd werden in München, hebben we toch een vrij succesvolle aflevering met 6 punten. En daardoor, daar zien we dus Manchester United en Chelsea onderaan. United op 2 punten. We zagen ook Arsenal daar onderin bungelen. En wij staan inmiddels 12e. En je ziet sowieso dat die Engelse ploegen het niet fantastisch doen. PSV trouwens wel een goede start. Ondanks dat ze dus een paar belangrijke spelers kwijt zijn geraakt. Hier wat resultaten uit de tweede ronde van de Carabao Cup. Wij beginnen pas in de derde ronde. Dus daar kunnen we toch. Tenminste, dat denk ik. Ja, en dan spelen we tegen Arsenal. Dus dat is ook wel weer een pittige wedstrijd. Maar ja, we spelen thuis. En thuis doen we het tot nu toe uitstekend. Dus wie weet kunnen we ook in de beker wat laten zien. Maar voor nu wil ik zeggen bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer.